De human touch, ja, yeah, de last but not least, ja, denk ja, ja. ik. De human touch neemt toe in belang in een digitale wereld. En dat is oh, zo een belangrijke. Uh, als je weer in de zaal staat en je vertelt dingen. en je ziet soms, ik als dagvoorzitter kijk dan om me heen. en dan zie ik sommige ondernemers al met zijn hakjes zo in het zand zo. Ik weet niet of ik dit allemaal zo leuk vind. En dan kom je met dit en dan is hij zo. Oh. Gelukkig. De mensheid is nog niet overbodig geworden. Al dus contraire. Voelt, je voelt de sfeer veranderen. Je voelt de sfeer veranderen. Vertel. Dit is eigenlijk de core message uit mijn vorige boek. Ja. When digital becomes human. Ja. Uh, gebaseerd op de oude economische wet van de schaarste. Als iets schaars wordt, dan wordt het waardevoller. Ik denk voor alle ondernemers die zitten te kijken... dat het menselijk contact tussen hun bedrijf en hun klanten daalt in frequentie. Net daardoor stijgt het menselijk aspect in belang. Wat een simpele Heel theorie. simpele theorie. <laughs> ja. Ja. Maar het maakt het ook um, moeilijker. Als je, stel dat je kijkt naar de bankaire wereld. Vroeger ging een ondernemer 52 keer per jaar naar de bank. De bank had 52 kansen om te scoren. Als daar twee slechte bij zaten, zo ja. beet. Nu gaan ze nog twee keer per jaar. Dus je hebt minder kans. Dus die twee, de performance levels moeten hoger zijn. Hmm. En de kunst is wat moeten wij? Doen als mensen wat, wat in die digitale wereld. En dat zijn eigenlijk dingen die computers niet goed kunnen. En dan kom je uit bij emotionele aspecten als empathie en passie. Mm. En ik denk de, de, de grote valstrik is dat bedrijven denken: ah, we hebben mensen, dus we zijn goed in die human touch. Mensen kunnen het ook naar beneden trekken, mensen kunnen het omhoog trekken. De machine houdt het neutraal. Een grote valstrik is voor mensen in sales en service bijvoorbeeld dat ze in routine terechtkomen. Een autoverkoper ziet een klant elk uur. Ik zie zo'n autoverkoper maar één keer om de vier, vijf jaar. Ja. Voor mij is dat een moment of glory. Voor die verkoper is dat misschien van pff, next one in line. Ja. En als ik dat gevoel krijg, dan heb je de human touch niet. Ja. Als die verkoper empathisch, enthousiast, gepassioneerd is, dan is dat voor mij een nog leuker moment.